Jongens, kijk eens, het is net een speurtocht. Er staan wel auto's, er staan raceauto's tussen, buggies. Er zijn natuurlijk al een heleboel auto's opgehaald. Maar toevallig, heel toevallig, zag ik daar zo tussen die twee wielen, zag ik een heel bekend stukje. Nou, dat is toch knap, jongens. Ja, ik heb geen idee hoe we hieruit moeten komen, maar tenminste, misschien kan je langs de zijkant er gewoon uit. Oh, kijk er nou toch eens. Ja, we duwen die bussen met de aanhangers wel even. Ja, joh. Kijk er nou toch eens. Het idee dat je hem gewoon herkent. Kijk, hier is hij dan. Nou, het wordt trap, maar dat gaat wel hoor. Ja. Nou, dit is toch wel weer spannend. Met het finishbord. Ja, dit is leuk, jongens. We hebben hem gevonden. Visa'tjes en de Porsche. Ja, kijk, daar staat hij verstopt. Zo, gaan we eens even kijken of hij kan starten. Ja, ik ben heel benieuwd. Hij is erop gekomen dus. Ja, dat is wel weer waar, ja. Nou jongens, we zijn weer los. Nou, ik was heel enthousiast. Ik zeg maar, hij klinkt een beetje als een boot, zeg ik zo tegen Kees. Er pruttelt iets nog niet mee, zeg maar. Eén cilinder doet niet mee. Eén cilinder doet niet mee. Misschien als die warm wordt dat hij opeens wel zin krijgt. Nou jongens, je gelooft het niet. Parijs-Dakar, dat ging best goed. We hebben 2 kilometer Marseille uitgereden. En ja. Hij was bij de garage geweest. Hij was al bij de garage geweest. Maar is niet helemaal goed gedaan. Maar misschien heeft hij gewoon geen benzine, ik weet het niet. Het is heel raar. De benzinestank staat op half vol. Dus of die tank is iets, of... Maar hij doet het in ieder geval niet. Morgen weet je het. Morgen zullen we het weten. We gaan nu met de paneur mee. Zo, dan gaat de auto op transport naar King Richard. Hij startte wel met moeite vanochtend, maar hij viel ook meteen eigenlijk weer uit. Dus we gaan kijken wat we eraan kunnen doen vandaag. Ja, we zijn nu in een garage in Marseille, in Buitenwijk, waar ze hele mooie auto's maken en restaureren. En dan zijn we eigenlijk maar een hypermoderne auto eigenlijk. Maar er is nu een specialist bezig met onze carburateur, dus dat geeft wel vertrouwen. Dus met een Nederlandse rimreiniger. Erbij dus, nou, komt helemaal goed. Dus, hopelijk gaat dit probleem oplossen. Nou, na 2 uurtjes sleutelen, nieuwe bougies, carburateur schoongemaakt, ontsteking afgesteld, vervroeging afgesteld, alles gedaan. Nou, eigenlijk loopt hij weer als een zonnetje nu. Dus, nou, we weten wie de assistentie voor volgend jaar moet zijn. We zijn in België. Goedemiddag trouwens. Nou, de auto is, doet het eigenlijk weer prima. We rijden 125 km per uur. Dat was wel even anders toen we van de boot afkwamen. Hij deed het heel slecht. En later bleek dus eigenlijk dat de carburateur heel erg vervuild was. En door het stilstand op de boot was het er alleen maar nog erger geworden. Dus hij reed eigenlijk van geen meter meer. Dus
weg naar huis. België, zoals gezegd, nog 2 uurtjes rijden, denk ik. En ja, de laatste uurtjes in de CX voor ons. Dus, ja, Jacobine is aan het rijden. We zijn er bijna sentimenteel van worden. Ja, eigenlijk wel. Achter ons zie je het finishbord, dat witte ding. Dat is het finishbord van de laatste etappe, van de stage 13. Auto rijdt als een limousine. Ja, hij rijdt dus goed en dat is fijn. Maar goed, je merkt aan alles dat het wel tijd is dat hij begint al een beetje op te raken. De deuren gingen vanochtend niet meer open. Hij startte eerst op 1 cilinder. De koude start was ook niet alles. Maar goed, uiteindelijk een beetje kunnen tweaken en doet het weer goed. Dus ja, we zijn een beetje sentimenteel. Ja. Ja, het is nu echt... Een hoofdstukje wat je afsluit. Een hoofdstuk afsluit inderdaad. Maar het volgende hoofdstuk wordt dan dat hij naar het... museum gaat en dan moeten we maar kijken hoe het afscheid wordt, maar dat houden we jullie wel op de hoogte. Zo, net even de eerste plaatje onder de auto vandaan gehaald en kijken wat de schade is van de laatste stage toen we door dit modder zijn gereden. Nou, overal ligt modder, ondanks dat hij al helemaal afgespoten was. Het hele subframe zit helemaal vol met modder. Daarachter, daar zie je normaal allemaal hydrauliekleidingjes lopen. Nou, die zitten allemaal verstopt achter een dik plakkaat modder. En het is ook een beetje zout waarschijnlijk, die modder geweest. Want kijk, het is behoorlijk geroest. Maar ja, dat hoort erbij.